Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van een eenpassiefinkomen.nl. Een extra video op deze vrijdag eigenlijk vanwege twee redenen, twee updates. Ten eerste een update van het aandeel Tesla. En juist ook de reden omdat dit een grote positie is in mijn portfolio die ik eigenlijk wil gaan afbouwen. En nu eigenlijk de vraag is van is dit de juiste koers om alvast weer gedeeltes te gaan verkopen. En een tweede reden is een update aan beleggertools. Ik heb de uh, tools, heb ik wat... Uh, ja, paar verbeteringen, een paar veranderingen toegepast. En die wil ik dan ook meteen in deze video even bespreken en toelichten. Nou, ten eerste dus het aandeel Tesla. Ik geloof vorige week dat ik nog een video heb gemaakt over mijn portfolio, hoe dat eruit ziet. Uh, hoe ik denk over elk van de posities die ik heb. En wat we in die video zagen, is dat uh, Tesla is natuurlijk verantwoordelijk voor heel veel van mijn groei van mijn portfolio. Uh, ik had 175 aandelen. Ik heb inmiddels 100 aandelen, dus ik heb er al 75 verkocht. Ik heb al wat winst genomen. Maar alsnog is Tesla nog steeds de helft van mijn portfolio. En ik zit te denken aan de toekomst om juist de helft van mijn portfolio in breed gespreide ETF's te investeren. En de andere helft uiteindelijk te verdelen over maximaal 10 aandelen voor wat meer overzicht. Tesla zal altijd wel in positie daarin blijven. Maar ik zal wel mijn positie afbouwen, juist om die verdeling te krijgen zoals ik hem eigenlijk ga willen. Um, dus dat is het ook heel belangrijk om te kijken van is nu misschien wel het juiste moment om een gedeelte weer te gaan verkopen. Wat is mijn waardering voor het aandeel Tesla op dit moment? Dus stappen we over naar beleggertools en kijken we het overzicht. Dan is de beurswaarde op dit moment 900 miljard, altijd nog behoorlijk hoog. We zien het koersverloop. Ja, het hoogste punt de afgelopen 52 weken was bijna 1250 dollar. Het laagste punt 550 dollar. En nu zitten we op 871 dollar. Kijken we naar het laatste nieuws. Dan zien we eigenlijk dat juist nu de uh, productie weer wordt opgestart in Shanghai, Hij heeft twee dagen stilgelegen vanwege uh, een lockdown die daar wederom was. En dat Elon Musk dus bezig is met zijn derde deel van zijn masterplan voor Tesla. Um, de, de eerdere twee delen waren natuurlijk, ja uiteindelijk heeft hij er lang over gedaan, ik geloof dat het eerste deel uit 2006 komt, dat is al afgerond. Ze zijn met het de tweede deel bezig, ze geeft eigenlijk een beetje de toekomst van Tesla aan. Uh, het zal misschien gaan richting AI. Um, ja, misschien wel meer dingen met energie. Maar dat is vooral nog gissen hoe dat uit gaat pakken. Dus kunnen we denk ik die informatie nog niet echt meenemen in ons onderzoek. En daarom is het zo belangrijk om vooral te gaan kijken en een waardering te maken. Dus op de informatie die we nu wel weten. Um, vind ik trouwens ook heel belangrijk en interessant om te weten hoe jij denkt over Tesla. Over het aandeel, over de toekomst. En laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Want nu ga ik dus eigenlijk kijken naar de koers. Maar ik wil nog meer uitgebreid onderzoek gaan doen voordat ik weer een gedeelte ga verkopen. En ik ben zeker benieuwd naar hoe jullie erin kijken, kan ik altijd ook jouw input of feedback meenemen in mijn onderzoek. Laten we dan even naar boven gaan en naar de checklist kijken. Dan zien we dat die vooral nu nog uh, hoog gewaardeerd is op basis van PE of price to free cashflow. Een PE-ratio nu de laatste 12 maanden van zeg maar 180. Kijken we naar het laatste kwartaal. En ja, doen we dat op jaarbasis, dan daalt het al. Naar de 60 tot 70. Altijd nog hoger dan we zouden willen zien. Maar in ieder geval weer een flinke daling ten opzichte van dit getal. Mochten ze het zo nog vier of drie kwartalen vol weten te houden. Wijzigingen in aandelen dan. We zien dat de laatste vijf jaar er 36% meer aandelen uh, zijn. Er is dus behoorlijk wat meer uitgegeven. Natuurlijk omdat Tesla uh, wilde groeien, geld op wilde halen. Geven ze meer aandelen uit. Een tweede reden natuurlijk omdat Elon Musk telkens als hij bepaalde doelen haalde een compensatie kreeg in de vorm van aandelen, dus ook die werden op uit, opnieuw uitgegeven. En het is denk ik ook gewoon heel logisch dat als een koers heel erg hoog staat, beleggers bereid zijn om het aandeel te kopen, dan is het gewoon heel slim vanuit het bedrijf in dit geval Tesla om extra aandelen op de markt te zetten, juist om veel geld op te halen. Nou, waarom waren mensen zo bereid te kopen? Kijk naar de omzetgroei de laatste vijf jaar: 360 procent. De winstgroei meer dan 100% en dit is meer dan 100% omdat we vanuit een negatief getal vijf jaar geleden naar een nu een positief getal zijn gegaan. Uh, in de update van vannacht zal trouwens ook dan de free cash flow worden aangepast naar uh, meer dan 100%. Want ook hier zijn we van de min naar de plus gegaan en je ziet hier dus een mingetal wat groen is, maar dat komt juist omdat het flink gegroeid is. Dus ook dat zal dan aangepast worden. De netto-winst zien we inmiddels op de 10%, iets boven de 10%. Dus ook dat is wat we eigenlijk zouden willen zien. Gaan we zo meteen ook even nog naar kijken op kwartaalbasis. De schuldenratio 0,5, heel erg goed. Met, vanuit de free cashflow kunnen ze in iets meer dan drie jaar hun schuld aflossen. Dat is heel goed. Ze kunnen makkelijk de rentebetalingen voldoen. En de return on invested capital is met 15% uh, weer een stukje hoger dan de 10% die we zouden willen zien. Dus op het eerste... Ge ogenblik behalve de waardering ziet het er eigenlijk best wel positief uit. Kijken we dan naar de cijfers, want we gingen even kijken naar de kwartaalcijfers. En dan is het vooral interessant om te zien de winst per aandeel zien we eigenlijk de laatste tijd flink stijgen. Hier was het nog een paar cent eigenlijk, terwijl het laatste kwartaal 2,5 dollar was bijna. En als we dan gaan kijken naar de bruto marge en de winstmarge, zien we ook dat de bruto marge van 20% 10 kwartalen geleden nu wel bijna de 30% aantikt. Um, kijken we naar de winstmarge, dan is die ook vanuit een paar procent gestegen naar nu zo'n 13% of 15%, 15 voordat er belasting wordt gegeven. Dus we zien behoorlijke verbeteringen. En ik denk ook dat Tesla die verbeteringen nog wel door weet te zetten in de toekomst. Natuurlijk hebben we op dit moment te maken met. Leveringsproblemen, hoge prijzen van grondstoffen. Uh, maar Tesla heeft inmiddels ook al behoorlijk wat uh, prijsstijgingen doorgevoerd in de verkoopprijs. Natuurlijk, omdat er juist zoveel vraag is naar hun producten, zijn ze ook in staat om een hogere prijs te vragen. En zijn er nog steeds mensen die dan een Tesla willen kopen. Dus, ik denk niet zozeer dat het per se heel veel impact heeft op Tesla, op hun marges op de korte termijn. En zeker op de lange termijn, naarmate ze weer op grotere schaal gaan produceren. Denk ik dat de marges nog gaan verbeteren, ook heel belangrijk zometeen in de waardering. Kijken we trouwens nog even naar de jaarcijfers en dan naar de omzet. Dan was die het afgelopen jaar 54 miljard. Een behoorlijke stijging van zeg maar de ander 31,5 een jaar eerder. En zo hebben ze vaker flinkere stijgingen gezien: van 4 naar 7 miljard. We zien hier van 11 naar 21. Dus er worden behoorlijk wat stappen gemaakt. Kijken we naar Yahoo Finance, wat analisten verwachten, die gaan uit van de komende vijf jaar van 22% groei per jaar. Tesla zelf gaat uit van 50% gemiddeld per jaar voor de komende ja, periode. Laten we ook zeggen voor vijf jaar. Dat is dus wel een behoorlijk verschil. Laten we kijken naar uh, de 54 miljard op dit moment, keer 1,22% wat analisten verwachten, tot de macht 5 voor de vijf jaar. Dan zien we dat over vijf jaar uh, de omzet zal stijgen naar 146 miljard. Gaan we kijken wat Tesla denkt. 50% groei, dan is het al 410 miljard. Dus dan is het al acht keer zoveel als dat het nu is. Dus dat zijn behoorlijke impacten in omzet... en dus uiteindelijk ook in de winst. En belangrijk voor de waardering die we gaan doen. En ook heel belangrijk is zo ook meteen... gaan we kijken vijf jaar vooruit of zeven jaar vooruit. Kijken we vijf jaar vooruit met een groei van 50%... komen we op 410 uh, miljard uit. Kijken we zeven jaar vooruit... Komen we op 920 uit, dus dat is wederom meer dan een verdubbeling. Dus twee jaar uh, langer, hetzelfde groeipercentage heeft enorme impact in de waardering. Ook heel belangrijk om dat in ons achterhoofd te houden. Dus laten we gaan kijken naar de waardering. En laat ik even wat informatie in gaan vullen. En dit zijn dan de cijfers, uh, mijn verwachtingen in principe voor de toekomst. En kijken we dan even bovenaan, laten we beginnen. Met de omzetgroei, zoals gezegd, analisten 22%, Tesla 50%. Ik heb het even dit naar boven afgerond, dit naar beneden. En de base case ben ik er in het midden gaan zitten. Dus 25, 35 of 45% groei in dit geval voor de komende vijf jaar. De netto winst is bijna verdubbeld in deze situatie. 18% naar uiteindelijk 26% als ze we het wel heel erg goed weten te doen. Juist ook als ze we zoveel weten te groeien, zal waarschijnlijk de marge wel verbeteren. Hetzelfde geldt voor de free cashflow. Kijken we naar geplaatste aandelen, dan ga ik nog steeds ervan uit dat ze aandelen plaatsen. Al is het maar voor de reden dat Elon Musk weer een nieuw doel haalt en er nieuwe aandelen worden uitgegeven, of andere managers worden beloond. Dus 6, 5 en 4 procent per jaar voor de komende vijf jaar. Dividend hebben ze niet. Zullen ze denk ik ook niet hebben in de komende vijf jaar, want ze hebben nog genoeg andere plekken waar de winst beter besteed kan gaan worden. Dan is hier een verandering. Hier hadden we eerst twee multiples: de PI-multiple. /E en uh, de prijs de free cashflow multiple. Maar de free cashflow berekening is nu uh, eigenlijk anders. Dus die hebben we ook niet per se nodig. Um, zal niet heel veel in de verandering, in de koers, in de waardering um, als gevolg hebben. Dat is in ieder geval wel een aanpassing in de sheet. Het gewenste rendement. Houd ik op 12%. En trouwens, over de PE ratio. Is het altijd belangrijk om te gaan kijken naar wat is de omzetgroei. Maar ook vooral wat is de verwachting dat de groei doet na deze periode van in dit geval 5 jaar. Nou, ik ga uit van 6%. Normaal is dat standaard 3%. Een beetje de inflatie, of iets meer dan de inflatie. Maar ik denk zeker wel dat Tesla in een positie is om ook, ook na 5 jaar nog makkelijk met 6 of waarschijnlijk nog wel grotere percentages te groeien. Maar laten we dit gebruiken voor onze berekening. En dan kom ik uit op een PE-ratio van in het laagste geval 18, in het hoogste geval 24. Je zou misschien kunnen denken dat dit laag is, dat het juist hoger moet zijn, maar het is natuurlijk ook van twee dingen eigenlijk afhankelijk. Van jou als belegger zijnde, wat ben jij als belegger bereid om te betalen? Hoe vaak ben je bereid de winst te betalen? En niet alleen jij, maar eigenlijk de hele markt, maar ook hoe gaat de hele markt in zich heel ermee om? Gaat het goed met de hele beurs of gaat het juist slecht met de hele beurs? Het heeft behoorlijke impact. En daarom ga ik gewoon gemiddeld zitten. En dus in de bullcase 24%. Juist niet per se omdat het zal zoveel gegroeid zijn... maar juist omdat het dus ook in de jaren erop moeilijker is... om dit groeipercentage vol te houden. Ja, gaan we dan kijken naar analyseren. Scrollen we naar beneden. Op basis van vijf jaar, dan zou dit de prijs zijn die je zou willen betalen om de 12% rendement te kunnen maken. En dat ligt dus behoorlijk een stuk lager... dan de koers op dit moment. Uh, bijna de helft zou ik zeggen. Terwijl juist in de bullcase dan zou de huidige koers wel interessant zijn... want dit zijn de prijzen die je dan zou willen betalen... en die liggen boven de huidige koers. Maar dan is het dus wel zo dat Tesla... de komende vijf jaar zeker met 45% per jaar... aan omzet moet groeien... en ook inmiddels hun uh, netto winst of free cash flow... flink moet verbeteren, dus... 2,5 keer zo goed moet worden. Ik denk al dat ze een stuk gaan verbeteren, maar dit is wel behoorlijk, uh, behoorlijk hoog. Zelfs de base case zou je kunnen zeggen dat ze uiteindelijk wel hier naartoe gaan, maar misschien niet binnen zeven jaar. Nou, dus op basis van deze vijf jaar kom ik uit, laten we zeggen, op een koersdoel of een waardering op dit moment van 500 dollar per aandeel. Wat we straks al zagen is dat twee jaar tijd heel veel verschil uitmaakt. Dus laten we zeggen van vijf jaar gaan we naar zeven jaar en analyseren we opnieuw, dan komen we zeg maar op 650 tot 700 dollar. Dat is dan een flinke verbetering op basis van de 500 die we hier net zagen, maar altijd nog lager dan de huidige koers. En dat is dus ook voor mij de reden. Um, ik wil nog niet per se nu al een gedeelte weer van mijn aandelen gaan verkopen, maar ik heb wel het idee dat bij de huidige koers, ik zat te denken aan 850 of 900 dollar om dan weer een gedeelte te gaan verkopen. Maar ik wil eerst nog even wat extra onderzoek doen. Daarom wil ik ook juist kijken wat jullie te vertellen hebben in de reacties onder deze video. Maar dit is in ieder geval mijn kijk op dit moment, mijn verwachting. Laat ook vooral weten hoe jij er tegenaan kijkt. Hoe denk je over, zoals gezegd, het bedrijf, het aandeel, maar vooral ook mijn verwachting. Op basis van de cijfers die we dus nu weten, wat we een beetje vanuit kunnen gaan, is het voor mij in ieder geval nu niet interessant om te kopen... En waarschijnlijk wel interessant om in ieder geval weer een stukje winst te nemen. Al was het maar voor de reden. Omdat dan mijn positie procentueel gezien kleiner wordt in mijn portfolio natuurlijk. Voor jou kan het heel andere redenen zijn. Om het juist wel te kopen of juist niet te verkopen. Maar dan zijn we op deze manier dus aangekomen bij het einde van deze video. De twee updates die ik heb behandeld is aan de ene kant de waardering. En aan de andere kant de kleine verandering die ik heb toegepast uh, in Blacker Tools. En die dus vanaf nu of zelfs vannacht uh, beschikbaar zullen worden voor jullie allemaal. Mocht je meer informatie willen over belegger tools, een link vind je trouwens onder deze video om ook gratis een account te openen. En wil je gebruik maken van alle tools, onbeperkt gebruik maken, dan kun je daar een abonnement op nemen. Vond je het een leuke, interessante video, geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal, klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.